Hey, hallo review vriendjes. Hoe is het met jullie? Goed om te horen. Hier is het nog steeds. Maar goed, we doen net of we vrolijk zijn. Want wat heeft het anders voor zin? Nee hoor, laat niet overdrijven, het gaat prima. Ik word alleen maar een beetje moedeloos van het weer. En die mensen die dan buiten lopen met hun mondkapjes op, daar word ik ook zo moedeloos van. Hè? Een week geleden liepen ze nergens met mondkapjes, nu lopen ze buiten met mondkapjes. Wat denken die mensen nou? Nee, maar even serieus, wat denken die mensen? Ik denk namelijk dat ze niet denken. Ik zou je sterker vertellen, ik denk als de overheid tegen die mensen zeggen dat ze een clownsneus op moeten, een koksmuts en een zo'n roltoeter in hun kont, dat ze het ook doen. Wat een mafketels. Maar goed, daar hebben we niet over, want dit is namelijk een reviewkanaal en geen maatschappelijk zijkanaal. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons een beetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik ben al buiten. Repel chocola. Als u een vaste kijker bent van Jans Reviews, dan weet u dat ik nogal een hekel heb aan chocola. Het is gewoon zo, ik vind chocola niet te nakken. Ik vind het nogal zoet. Ik vind het nogal machtig. Ik vind het nogal misselijkmakend. Is er een uitzondering, Jan? Jazeker, ik hou van pure chocola. Echte pure chocola uit Zwitserland. 99% cacao. En een klein stukje, dan denk je, lekker. En dan houdt het op. Repies hou ik ook niet van, behalve dan de pure Bounty. Maar voor de rest doet mij het broekje niet bollen. Laat staan een chocoladereep. Wanneer heb ik voor het laatst een chocoladereep gekocht? Ik kan het me niet heugen, want vroeger vond ik het ook al smerig. Dit is een chocoladereep van de Hema. En de Hema vind ik dan wel weer een leuke winkel. Ongelooflijk spannende informatie. Overigens zeggen mensen vanwege het weer de herfstdepressie, neem een stuk chocolade, word je vrolijk van. Maar ja, dan word je wel weer dik en misselijk. Of ze zeggen van, ja, ga lekker onder de zonnebank, krijg je huidkanker. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, alle oplossingen tegen een herfstdepressie helpen niet. Nou ja, behalve dan van het dak springen, maar ja, dat geeft dan weer vlekken. En dan zijn er weer mensen ongelukkig omdat er dan een deuk in hun stoepje zit. Weet je, er is altijd gedoe. En ik kan er even niet meer tegen. Maar goed, dan heb je altijd één oplossing en dat heet de neut. En die ga ik vanavond maar weer zo opentrekken. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het over reviews en chocolate. Eens even kijken. We hebben hier, het is niet te geloven, appeltaart chocola. Ik had laatst ook iets, ik had een appeltaart toetje. Helemaal nieuw, hè? Appeltaart overal. En dit heb je Milk Benoffee. Dat viel ik een tijdje geleden ook over, wat dat dan in hemelsnaam was. Maar dat is dus gewoon banaan en toffee. Ik hou niet van toffee. Ook niet van banaan trouwens. En hier heb je nog iets wat ik niet gelijk zie. Milk Rocky Road. Milk Rocky Road. Milk Rocky Road? Melkchocolade met marshmallow en hazelnoten. Als dat niet kotsen wordt. Drie repen chocolade van de Gema. Ik weet niet waar het mee te beginnen. Ik word hier zo ontzettend niet lekker van. Maar goed, alles voor de kiekers van de reviews. Ik maak wel de appeltaart eerst open. Appeltaart chocola. Huppatee. Nou, wat zien we hier? Een stuk chocola met de H van Hema in waarschijnlijk. Ik zie nog geen appel. Ik zie nog geen taart. Hoe ze hier appeltaart in hebben, daarover weet ik ook niet. Dit is melkchocolade. Na dit brokje ben ik ziek. Dan moet ik er nog twee. Nou, het is ook melkchocolade. Daar hou ik helemaal van me. Deze maakt het ook niet echt heel lekker. Mag ik even vragen, Hema, wat hier appeltaart dan is? Ik weet niet eens wat hierin zit. Meer een soort suikerklontjes. Geen enkel smaak appel. Geen enkel smaak taart. Dit slaat nergens op. Heeft niets, maar dan ook niets met appeltaart te maken. Zet het er dan niet op. Ik had laatst een toetje, dat heette ook appeltaartsmaak. En die smaakt ook naar appeltaart. Dit heeft... Er zit niet eens een kan kontkrummeltje appel in. Wat slaat die nou toch op? Hé? De volgende. Milk Benoffee.
Ja, begin nu al omhoog te komen, hè, die melkchocolademeuk. Verschrikkelijk. Nou, wat hebben we hier? Ook allemaal van die hoekjes. Ik zie hier ook een paar dingetjes in zitten, maar ik weet niet wat. Is het melk? Chocolade? Ja. Is het banaan? Ik weet het niet. Is het toffee? Ik weet het ook niet. Laten we gaan proeven. Ik word er verdrietig van. Hey. Ja. In de Hema chocolade Benofie, toffee banaan, zit een stukje toffee. Dat maakt het al meer waard dan de appeltaart waar niks van de appeltaart in zit. Alleen de banaan. Ik proef nergens banaan. En dan moet ik dus nog een stukje proeven. En ik ben al helemaal niet lekker. Ik heb een stukje banaan. En een stuk toffee. Oké. De Benofie melkchocolade van Nema. Er zit gewoon banaan in en toffee. Godverdomme, die toffee is nu in mijn kies. Het liefst zou ik nu op mijn knietje zitten voor het toiletpotje. Ik denk niet eens dat ik een vingertje in het keeltje hoef te steken. Ik hoef alleen maar te denken aan chocola. En dan braak ik het potje helemaal vol. Want ik ben totaal schoftig misselijk. Mijn maag kan dit gewoon niet aan. Mijn maag kan niet tegen chocola. Tegen grote hoeveelheden chocola. En al helemaal niet tegen melkchocola. Ik ben aan het koren. Dat ziet u nu niet. Maar van binnen doet mijn maag... Gooi het eruit, Jantje. Gooi dit eruit. Maar dat kan niet. Want dan wordt het onsmakelijk. En dat wil ik niet. Want ik heb ook respect voor jullie. Ik wil ook met jullie meedenken. Alleen, laten we eerlijk zijn, ik ga hier kapot aan. Nou, de laatste. De Rocky Milky Road. Met marshmallow in chocola. Ja, ik weet het. Ja. Alleen al aan het idee komt het omhoog. Nou ja. Hazelnoot. Marshmallow. En... En chocola. Ik zie hazelnoot zitten. Ik zie marshmallow zitten. Hey. Totaal geen appeltaart. Beetje toffee. Bijna geen banaan. U ziet alles in. Wat er wel is. Hazelnoten en chocola. Is een fantastisch huwelijk. Maar de marshmallow... Geeft het een diepere zoete laag. En die marshmallow is dus een beetje een harde suikerbal geworden. Wat naar kauwgom neigt, naar een beetje happen. Het is echt heel erg zoet en heel erg vies. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes zijn nooit goed als het gaat om melkchocolade. Maar laten we wel weten, als je toch appeltaart melkchocolade maakt en het smaakt niet naar appeltaart, dan heb je gefaald. Dit is waardeloos. Ik ga niet zeuren over een melkchocolade dat zo vies is dat je daarom slechte cijfers krijgt, want dat is flauw. Want er zijn genoeg mensen die er wel van houden. Maar als je toch godverdikke appeltaart chocoladereep maakt, Hema, dan moet het wel naar appeltaart smaken. In ieder geval moet het in de buurt komen van een appel. Komt het ook niet waardeloos, krijg een 3. Verschrikkelijk. De Benofie chocolade. Zit toffee in. Bijna geen banaan. Die moet je echt zoeken. Maar toffee zit er wel in. Het is... Kom even wat omhoog. Deze is sowieso interessanter dan die. Want die smaakt alleen maar naar melkchocola. Dit is leuk met die toffee erin. Banaan is onvindbaar. Voor de rest. Ik krijg een 5. Misselijk makender dan de rest. Is deze met marshmallow erin en hazelnoot. Hazelnoot chocola. Maar dan hebben ze die marshmallow erbij gekeild. En dat betekent dus dat je dus... Je kent wel die marshmallows bij de barbecue. Dan worden ze lekker zacht. Nou, voor de barbecue zijn ze lekker hard. Die zitten hier dus in. En dat is een soort kauwgom geworden. Dus naast dus dat je melkchocola hebt. Waar ik altijd moeite mee heb.
heb je lekkere harde stukjes hazelnoot, prima. En dan denk je, wat zit er nou een stuk gooi met mijn bek? Dat is die marshmallow. Niet te nakken, maar omdat de hazelnootjes en de chocola het een beetje leuk maken, krijgt deze van mij toch een zesje, omdat het oké is. Voor de rest ben ik nu kotsmisselijk en niet zo lekker. Maar goed, ik test wat ik onder de doos krijg, dus ook Hema chocola. Ja? Zijn wij maar een Hema rookworst met mosterd. Heerlijk! Dag!